Zijn ze dan de 12 finalisten die het in juni tegen elkaar gaan opnemen om de opvolger te worden van de allereerste Mr. Gij Vlaanderen Tom Goris? Uit de 73 kandidaten die in Gent aan de auditie meededen, werden de 12 met de beste uitstraling en verhaal gekozen. Ja, ik denk dat we een gevarieerdere lichting hebben van 12 finalisten, die toch ook weer variëren tussen de 18 en 34 jaar, maar die vooral ook weer, en dan kom ik weer terug op hetgeen wat ik vorig jaar zei misschien, het verhaal. Het is weer een hele tijd iets anders. Mensen vertellen weer heel andere verhalen. En ik denk dat het wel belangrijk is om daar ja, toch wel een verschil in te maken. En ik denk de grootste verandering is dat we van een discotheeklocatie voor onze finale naar toch wel een hele mooie, fantastische ja, evenementlocatie Amuse ingegaan. Ik denk dat wel een grote stap is in een goede richting, waar wij als organisatie erg blij en trots op zijn toch wel. Voor Tom Goris zit zijn jaar als Mr. Gij Vlaanderen er dus bijna op. Een jaar vol met hoogtepunten zoals zijn deelname aan de Mr. Gij Europe en Mr. Gij World verkiezing. Goh, ik denk dat Tom toch wel een echt cadeautje was als organisatie. Hij is 34 jaar, hij heeft heel veel ja, toch wel, uitstraling in zijn verhaal. Ja, iedereen weet het ondertussen, ik ga het niet herhalen. Het is een heel sterk verhaal. En ik heb hem ook zien groeien. Hè. Tom, als je die vorig jaar hier zag staan en als je hem daar dan straks daarnet zijn uitleg zag doen over heel zijn campagne en alles wat tot nu toe heeft meegemaakt, is hij gegroeid en is hij sterker geworden. En ik denk dat wij nu nog de laatste 5-6 maanden, want dat is zijn laatste termijn nog, dat wij heel nauw gaan samenwerken en gaat er nog aan verschieten, want er zijn nog een paar leuke nieuwe projecten die hij ook mee gaat lanceren als huidige mister. En ik ben blij met hem en ik hoop dat de volgende even goed is, uiteraard. De komende maanden krijgen de 12 finalisten een goed gevulde agenda voorgeschoteld. We hebben heel wat acte présences, tal van fotoshoots voor de verschillende Hollybee-magazines, gay-magazines in België en in Nederland. De jongens hebben ook heel veel campagne dat ze gaan voeren, uiteraard. Een persoonlijke, maar ook een Mr. Gay Vlaanderen opgelegde campagne. Dus ik denk dat ze de komende maanden overal terug te zien zijn, vooral in de Hollybee-scene, maar ook daarbuiten. Op 28 juni weten we wie de opvolger wordt van Tom Goris.